Oh, dan doet hij bij de signaalverwerking. Ja. Ja, dan doe ik dit soort dingen. Ja. Ja. Hey, welkom bij dit extra vak. Leuk dat jullie er allemaal zijn, super gaaf. Waar gaan we het allemaal over hebben? Dit vak gaat eigenlijk in drie delen. Het eerste deel is dat ik. Ik ga gewoon vertellen over de theorieën die er nu. Waarvan men nu denkt dat ze waar zijn. Dus even. Ik krijg elke keer, of tenminste elke keer vorig jaar heb ik een beetje proef gedraaid. En toen kreeg ik ook de vraag van, ja, maar is dit nou allemaal waar? Is dit nou allemaal bewezen? Wie weet wanneer een natuurkundige theorie bewezen is? Het is een beetje een valstrik vraag, maar eigenlijk nooit. Ja, hij is waar, hè? Dus wat wil je van een natuurkundige theorie? Je wilt dat hij een voorspelling doet. En zolang hij dat correct blijft doen, zal het wel kloppen. Totdat dat op een meting komt, en in het verleden is dat heel vaak geweest al, nou, dat blijkt het toch niet te kloppen. Newton, dat was waar, totdat we dingen met licht gingen meten en zo, en toen was het op een gegeven moment niet waar en bleek speciale relativiteitstheorie waar te zijn. Dus van, goh, als je me gaat vragen, is dit bewezen, wat ik ga vertellen? Nee, niks is bewezen, alleen deze modellen lijken op dit moment het beste te kloppen met wat we waarnemen, gewoon wat we meten. Nou, wat ga ik doen? Ik ga het vooral kwalitatief houden. Dus ik ga niet te veel met getallen strooien en berekeningen. Omdat dit gewoon, A, dat kan ik zelf ook niet zo goed bij deze theorieën. En B, dat is, ja, weet je, dan blijven we vast. Dan raken we vast. Maar, een deel van deze theorieën, met name kwantummechanica, gaan we wel echt de berekeningen in. En dat is na dit uur. En dan gaan we beginnen simpel. En het is een beetje op het niveau van integreren, differentiëren. Eigenlijk vooral veel differentiëren. Een beetje op het niveau van eenmachten. En we gaan gewoon aan de slag met sommen. Nou, waarom is dat nou? Je komt met die. Met echt natuurkunde begrijpen, zeg maar. Ben je er niet mee als je alleen hier blijft hangen? Je kan. Weet je, dat is ook wat ik. Ik heb. Ik ga ook. Bibliotheken spelen. Dit is een kleine selectie van mijn privé boeken over natuurkunde. Een beetje ziek dat ik zoveel boeken heb. En ik heb echt een selectie, maar ik heb er thuis wat meer. Ik heb aardig wat boeken ook van Hawking ertussen zitten. Het is hartstikke leuk. Maar je komt niet echt weg. Want het blijft bij een beetje erover praten. Als je dat. Uiteindelijk zul je de weg naar, om te weten hoe de wereld nou echt in elkaar zit, is toch de wiskunde, jammer genoeg. Het is niet, ook niet zozeer mijn enorme hobby, ik vind het wel leuk, maar ik vind natuurkunde leuker. Maar om echt natuurkunde te snappen moet je toch ook die wiskunde in, en dat gaan we dus ook doen. We gaan bezig met de Schrödingervergelijking. Het is een beetje eerstejaars universitair natuurkunde. Dus dat is al wel serieus. En dan ga je ook een tentamen over doen. Ik moet de tentamen nog maken, dus een beetje afhankelijk van hoe hard jullie gaan, kan ik de moeilijkheidsgraad een beetje aanpassen. Dat weet ik nog niet zo goed. Maar mijn bedoeling is niet dat iedereen faalt, zeg maar. Maar mijn bedoeling is wel een beetje van iedereen die serieus, zeg maar, meegedaan heeft en echt mee kan draaien, dat die dat tentamen wel zou moeten kunnen halen. Dus dan moet ik nog even kijken hoe hard we gaan, dat durf ik nog niet iemand te zeggen. Dat stuk 2 is vooral hier de werkcolleges en een stukje thuis waarschijnlijk. Want ik denk dat je misschien wel het soms af hebt en soms niet het af hebt. Maar het zal beperkt zijn. Dit is iets minder beperkt. Jullie moeten ook echt een stukje. Nou, onderzoek niet, hè, want je gaat niet nieuwe. Op dit vak ga je geen nieuwe dingen uitvinden. Dan moet je echt nog wel veel langer bezig zijn. Maar het kan wel dat jullie nieuwe dingen uitvinden voor ons. Dus ik zal straks een lijst laten zien. Dan jullie kiezen er iets. Of je verzint iets zelf. Je doet een voorstel. Ik zou het heel graag vinden om daar wat meer over te weten. Nou, daar ga je een stukje onderzoek over doen. Je gaat gewoon lezen, googlen, noem maar op. Wikipedia is een prima startpagina, eerlijk gezegd. Als je de Engels pakt. Met name bij de natuurkundige Wikipedia. Die zijn nog best wel heftig. Maar ik ga er wel vanuit dat je ook nog wat andere bronnen probeert te pakken. Wat zei? De bronnen die
Ja, dat kan ook prima. Ja. Ja, je vindt heel veel. Je vindt echt al heel, heel snel heel veel. En dan ga je ook presenteren, hier, in week 5, 6. En dat wordt ook opgenomen. Nou, wordt ook op YouTube gezet? Nee, ja, dat is wel afhankelijk van of jullie dat willen of niet. Ik zou het leuk vinden, maar als jullie, ik kan me goed voorstellen dat je zegt, dat wil ik niet. Maar ik wil hem wel beschikbaar hebben voor de interne omgeving. Oh ja, dat gezegd hebbende. Bazon.org, maar dan de FTP. En dan moet je groot pakken volgens mij. Ja. En password gewoon AP, Advanced Physics. Dus login, AP, password, AP. Daar staan de PDF van de sheets, maar ook deze dingen. Die staan er ook. Wat daar niet staat, heel vals van me, is deze. En wat is deze? Dat is precies hetzelfde als alle opgaven, maar dan met de antwoorden erin. En die ga ik ook niet online zetten. En dan kun je zeggen van ja, dat is flauw, dat kan ik niet oefenen voor tentamen, noem maar op. Het idee is dat je hier die opgave maakt, soms ook thuis. Je kan ze altijd bij mij laten checken van hey, is het goed of niet. Maar het idee is dat je zelf een schrift bijhoudt met de uitwegingen. En dat is ook voor een groot deel didactisch. Het scheelt gewoon als jij later gaat kijken van, als je een som nog een keer wil doen, scheelt het als je weet dat je die zelf echt al met je eigen pen en papier gemaakt hebt. Het verzin ik niet, hè? Dat komt uit onderzoek ook echt. Sterker nog, ze hebben onderzoek gedaan waarin ze een filmpje laten zien van iemand die formules neerschrijft. Kom je erin of niet? Ja, maar ik weet alleen niet waar ik in zou moeten. Gaan we straks kijken. Doen we na de pauze wel even. Oh ja, ze hebben een filmpje laten zien van iemand die formules op het bord schrijft, hè, met zijn hand zo. En dan kijken hoe goed dat blijft hangen bij studenten. En ze hebben hetzelfde filmpje, maar dan hebben ze de hand weggeveegd. Dat maakt niet uit, toch? Ja. Ja, maakt dus wel uit. Maakt echt uit hoe goed jullie het onthouden. Als je gewoon je hand erbij ziet. Nou, dat heeft waarschijnlijk iets met spiegelneuronen te maken. Hè? Dus dat als ik iets doe, dan en ik stoot mijn been, zeg maar, de helft van de zaal die denkt dan, oeh, auw. Dat is omdat in je hoofd eigenlijk een beetje hetzelfde afspeelt. Oké. Dus dit en dit is echt waar je de punten mee scoort. Dat is wat je moet halen. Wat is de bedoeling? Dat jullie op feestjes mooie dingen kunnen vertellen over wat is de huidige stand van natuurkundje. Wat? Wat is het doel? Als er dan blijkt een andere natuurkunde te zijn, dan kan het pijnlijk worden. Maar ja. Hey, dit is echt basis kennis. Hè? Het is wel nu. Het zijn geen oude theorieën. Ik heb een groot deel van wat ik hier verteld, want ik ben zelf natuurkundige van achtergrond, maar ongeveer de helft van wat ik ga vertellen bestond in mijn tijd nog niet. Toen ik op de universiteit zat. Dus ik heb ook de laatste 2-3 jaar behoorlijk weer in de boeken gedoken. En een deel van jullie kan dat waarschijnlijk wel bevestigen. Want ik heb ook nog een boekje geschreven en noem maar op. Dus dat, ik ben er allemaal best wel veel mee bezig geweest. De tweede leerdoel is dat je ook echt wat kan berekenen. Met hippe theorieën. En de derde doel is dat je gewoon wat kan researchen. Zullen we echt de natuurkunde gaan? Hey, ik heb een lijst. En ik ga gewoon wat dingen roepen van wat zou je nou allemaal kunnen onderzoeken? En dat is helemaal niet. Oh, ja, precies. Dat is helemaal niet uitputtend. Hè? Als je zelf zoiets hebt van ja, maar ik wil dit onderzoek onderdeel ga ik doen, stel het voor en dan kijken we samen of dat kan. Het idee is ook dat jullie daarmee aan de slag gaan zelf, maar ook dat we blijven praten met elkaar. Weet je, het is ook niet het idee dat je daar een flitsende presentatie gaat geven. Dat interesseert me eigenlijk maar heel weinig. Het gaat erom dat je echt even denkt van, hey, ik heb me hierin verdiept en ik begin er iets van te snappen. Helemaal snappen is bij veel dingen lastig. Maar dat je denkt van, oh, wauw. Dus dat zou ook wel, en het zou leuk zijn als je dat op de rest van de klas kan overbrengen, dat oh, wauw. Een voorbeeld, bijvoorbeeld zwaartekrachtgolven. Er is dat ding in Amerika, die heeft hem half jaar geleden of zo ontdekt, hè, dacht ik. Iets in de geest. Hoe heet dat beest ook weer? Nee, niet. Iets met laser, blablabla. Bla, bla. Iets met een L, volgens mij.
Dat is een enorme grote interferometer, whatever. ELISA? Huh? ELISA? Ja, ja, zou goed kunnen, ja. Het feit dat deze dingen ontdekt zijn, is helemaal niet spannend. Dat is, weet je, als ze het niet hadden ontdekt, dan had ik het spannend gevonden. Als je gaat kijken, daar gaan we het ook nog wel over hebben. Hè. Als ik een elektron pak, hè, en er komt een elektrostatisch veld uit. Nou, tenminste, dat verspreid is. Om een elektron zit een elektrostatisch veld. En als ik dat schud, dan komt er een golf. Nou, de golf kunnen we al een beetje klappen. Dat zou je ook als een foton kunnen zien. Elektromagnetische straling, oké. Okay. De wiskunde van in de eerste orde van de zwaartekracht is helemaal niet zo heel anders. Dus als je een hele zware massa schudt, ja, waarom zou er dan geen zwaartekrachtgolf komen? Het zou heel verbazendwekkend zijn als dat niet was. Dus je kan dit onderzoeken en dan ga je zeggen van ja, want, en dan denk je, ja, dat is niet spannend. Wat wel spannend is, hoe hebben ze dit gedaan? Daar zit wel echt vette natuurkunde achter. Als je gaat kijken hoe ze dit ding gedaan hebben, want ik geloof dat ze op een lengteschaal van hier tot Jupiter of zo, kunnen ze de afmeting van een haar of zo detecteren. Dus ze hebben een meetinstrument gemaakt dat extreem goed lengte kan detecteren. Want wat gebeurt er? Hè? Hij heeft twee armen, er komt een zwaartekrachtgolf langs, bijvoorbeeld die kant op. Nou, dan wordt deze arm even korter en langer. Oké, daar gaan we het nog wel over hebben. Maar dat kan dat experiment detecteren. En dan gaat het echt over engstrom. Echt veel kleiner dan een atoom kan dat instrument detecteren. Dat is wel cool. Enorme werktuigbouw uitdaging ook. Dat hele ding moet zo trillingloos als de pest worden opgehangen. Want ja, weet je, in principe kan het ook een vrachtwagen aan de kant van de wereld detecteren. Maar ja, dat ben je niet in geïnteresseerd. Dat is wel spannend. Zou je kunnen kiezen? Je kan iets met de Higgs-boson kiezen. Daar zat jij al aan te denken. Weet iemand nog wat de Higgs-boson een beetje doet? Iemand? Ja, jij weet het natuurlijk, maar denk ik. Ja, dit Higgs-veld. Die gaat heel af en toe, wordt het maar gezien. Ja, maar wat doet het? Het is een boson, hè? Het is het zwaartekrachtdeeltje, toch? Ja, precies. Zo staat het een beetje. Ja, ze noemen het ook het goddeeltje. Dat is al helemaal waanzin, vind ik persoonlijk. Maar ja, zwaartekrachtdeeltje. Het is een boson. Nou, dat kan ik alvast verklappen. Bosonen zijn krachtoverbrengende deeltjes. Net zoals fotonen en gluonen en noem maar op. En het lijkt inderdaad iets te maken te hebben met zwaartekracht. Correct. Alleen, dat is maar een heel klein stukje van de zwaartekracht. Dit ding lijkt op een of andere manier deeltjes een stukje massa mee te geven. Maar van het hele verhaal van zwaartekracht is maar een heel klein stukje. Waarom? Omdat we van het hele deel van zwaartekracht, even los van de algemene relativiteitstheorie, voor de rest snappen we er geen bal van. Daar gaan we straks nog over hebben. Stond het al in de presentatie voordat ik het mee naar u kwam? Ja. 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 Supernova. Een ster aan het eind van zijn leven knalt uit elkaar. Superleuk onderwerp. Ook een spoiler alert, hè? Wat was er na de eerste 10 minuten van de Big Bang, denken jullie? Welke stoffen? Waarom was stoffen? Helium hoor ik. Toch? Helium en waterstof. 10 minuten na de Big Bang was het eigenlijk alleen helium en waterstof. En daarna was er heel lang ook niks anders dan helium en waterstof. Maar jullie bestaan zeker voor een heel groot deel uit waterstof, maar ook een heel groot deel uit niet-waterstof. Waar komt al dat spul vandaan? Supernova. Ja, uit sterren die uit elkaar knallen. Ja, klopt. Super interessant. Dit is ook als je. Je hebt ook hypernova en zo. Als je ziet hoeveel energie er bij zo'n uit elkaar klappende ster. Oh nee, dat is een vraag in les 4. Nee, dat ga ik niet doen. Supernova, hypernova, ultranova. Ja, nee, volgens mij hebben ze alleen super en hyper. Ah. UV-catastrofe, ook heel grappig. Dan gaan we al heel klein beetje. Dat zal niet voor jullie allemaal nu al bekend zijn, maar dat is niet zo erg. Dat komt nog wel. Maar als je naar licht kijkt, hè, dan kun je hier, licht is een golf, golflengte. Licht is ook een deeltje hoor, toch? Nee. Zoiets. Nou, daar gaan we het wel over hebben. Volgende les, daar gaan we het echt wel over hebben. En als je gaat kijken, als iets een bepaalde warmte heeft, dan is dat eigenlijk, als ik een zwarte doos pak, of mezelf, dan noemen ze dat een zwarte straler. Nou, wat wil dat dan zeggen? Dat wil zeggen dat er een bepaalde hoeveelheid energie van het ding afkomt en dat ziet er zo uit.
En hoe warmer het wordt, of hoe kouder het wordt, dus als je een heel koud juli hebt, zijn 23 graden, dan zit de piek zit rond de 10 micron of zo. Dus als ik jullie zit te bekijken met een infraroodcamera, dan zie ik jullie wel heel goed, toch? Zelfs als het helemaal donker is, omdat jullie echt licht uitstralen, omdat je warm bent. Nou, hoe warmer je bent, hoe meer dat ding, die piek, dus dit is zeg maar, dit is bijvoorbeeld zonlicht. En deze piek zit dan bij, welke kleur is dit denk ik qua licht? Groen toch? Ja, groen-geel. Weet je, de zon is geel. Dus de piek zit ongeveer daar. En hoe warm is dat ding dus? Want dit is gewoon wiskunde. Dat ding is dus ongeveer 6000 graden. 6000 Kelvin. Nou, noem maar op. Dit was al heel snel bekend, al lang geleden. En als ze theorieën probeerden te maken om dit te verklaren, dan eigenlijk kwamen ze altijd alleen maar uit op dit. En dit stuk konden ze nooit verklaren. Nou, het is een van de geboorten van de kwantummechanica geweest. Dit noemden ze toen de tijd de UV-catastrofe. Dus dit is UV-licht, hè? Dit is meer infrarood, hier zit ook ruggestraling erop en dat soort dingen. Dit konden ze niet verklaren. Nou, ga maar eens kijken hoe dat is geweest dan. Wat voor gedachten zitten eraan? Hoe hebben ze dat opgelost? Planck speelt daar een rol, noem maar op. Dark energy. Zeg maar, toen ik op de universiteit zat, wisten we van 100% van alles wat in het heelal was, waar dat van gemaakt was. Dat was van protonen en neutronen en elektronen, daar gaan we het nog wel over hebben. Nu, gok eens, wat is nu de schatting waar we denken dat alles wat we kennen in het heelal, hoeveel daarvan nog gemaakt is van dingen die we snappen, dus van protonen en neutronen? Doe ze een gok. Minder dan 1%? Minder dan 1%? 20? 4% denken we. 4% denken we dat dat spul is wat we snappen. Ja, we denken momenteel. Dat doe ik de volgende. We denken momenteel dat ongeveer 20% spul is waar we geen bal van hebben. Ik heb geen idee wat het is. Het heeft wel massa, dat weten we wel. Het zijn misschien WIPs. Weakly interacting massive particles, of het zijn die supersymmetrie deeltjes, whatever. Eigenlijk hebben we no clue. Maar ja, weet je, we geven de naam, we noemen het zwarte materie. Wel eens gehoord? Dark matter? Mm-hmm. Ja. Nou, oké, okay. Geen idee. 75% ongeveer denken we dat het nu bestaat uit donkere energie. Hebben we daar een idee van? Dat al helemaal niet. We hebben zelfs geen kandidaten nog. Joehoe! Nou. Wat zou je kunnen doen? Je zou eens kunnen kijken van hoe zit het op de dag van vandaag, wat zijn de theorieën daar? Pure nieuwsgierigheid, hoe weten ze dan dat ze twee wel verschillend zijn? Gaan we het over hebben. Okay. Gaan we het over hebben. Ik kan het al een beetje klappen, die zwarte materie, dat is massa, dat zorgt voor meer aantrekking. Mm-hmm. Wat doet energie normaal, als ik ergens energie in stop, wat doet dat? Uitdijven. Wat we zien momenteel, is dat het heelal versneld aan het uitdijven is. Extreem raar, want we hadden een Big Bang, hè. In het begin had je dat zeg maar even heel erg uit elkaar knallen. Dan verwacht je dat het daarna of even snel blijft gaan of langzaam, toch? Want je hebt nog steeds zwaartekracht. Maar dat doet het niet, het begint steeds sneller uit elkaar te gaan. Dat is weird. Nou, dan kan dat Einstein gewoon dat we geen bal begrijpen van zwaartekracht noemen op. Zou maar kunnen. Over geen bal begrijpen van zwaartekracht. Erik Verlinde is een Nederlander. Daar heb ik een boekje van. Heb ik gewoon uitgeprint van een artikel. Die heeft een compleet nieuw idee over wat zwaartekracht zou kunnen zijn. Wat Erik Verlinde zegt is, massa is eigenlijk informatie, is eigenlijk bitjes. Oh, okay. En bitjes die doen blijkbaar iets met ook nog hoge gaasprincipe. En blijkbaar doen bitjes iets ook met elkaar aantrekken en afstoten. En Erik Verlinde denkt van, en daarmee kan ik dit verklaren. Beetje jammer dat we recentelijk een meting hebben gedaan waardoor het lijkt alsof die theorie niet waar is, maar het is wel leuk om te onderzoeken. Algemene relativiteitstheorie. We behandelen hem een klein beetje, maar wat mij betreft mag je er dieper ingaan. Eerste 10 seconden van het universum. Wat is er allemaal gebeurd? Ik heb al iets verklapt, hè, want wat is er in die eerste 10, 20 seconden gebeurd? Helium en waterstof is gemaakt. Hyperinflatie. Heeft niks met Duitsland in de jaren 30 te maken.
Het universum zoals we het nu zien, dat zou je niet zeggen, maar op grote schaal is het extreem hetzelfde. Natuurlijk hebben we sterren, we hebben sterrenstelsels, we hebben melkwegstelsel, we hebben Andromeda-nevel, noem maar op. Hè. Maar als je nog op een grotere schaal gaat kijken, sterker nog, je gaat naar de achtergrondstraling kijken. Spoiler alert, weet iemand wat achtergrondstraling is? Maar dit is toch eigenlijk ook... Dit is toch gebeurd in de eerste 10 seconden? Ja, klopt. Ga ik zo met doen. Klopt. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja, ook spoiler alert. Dit is gebeurd inderdaad in de eerste 10 seconden. Ja. Toen het heelal begonnen is, was het extreem heet. En wat gebeurt er als je... Oh, dit is een geweldige vraag voor de wereldbouwkundige. Ik pak iets wat extreem heet is en ik trek het uit elkaar. Wat gebeurt er? Ja, voor jou dus. Straling trek je ook uit elkaar, laat je dingen trek je uit elkaar. Langere golflengtes, alles wordt kouder. Nou, wat meten we nu als we gewoon de achtergrondstraling in het heelal meten? Meten we 2,7 Kelvin. Zo warm is het heelal. Oké, okay, prima. Maar als we dat gaan kijken naar overal, de Kobe iets in een satelliet heeft daar een meting aan gedaan. Volgens mij zit er ook iets Nederlandse shit in. Het is extreem dezelfde temperatuur. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat het heelal in het begin, toen het net ontstond, ook heel erg hetzelfde is geweest. Nou, wat ze nu denken, nou, dat staat ze, maar hoe kan dat nou, Want als je dingen hebt, dan gaat het toch aantrekken en dan krijg je een klompje, hoe kan dat nou? Een theorie, en die is wel, weet je, ongeveer, er is geen enkele kosmologische theorie nog die hier niet op gebaseerd zijn, is dat het heelal in het begin extreem snel expandeerde. De ruimte zelf. Want dat is het raar, hè? De ruimte zelf is groter aan het worden. Ja, wat is er dan buiten de ruimte? Ja, er is niks, want de ruimte zit... Nou, oké, okay, bedankt. Maar, hyperinflatie. Interessant, kun je ook naar onderzoek doen. Hier hebben we het al een beetje over gehad. Waarom hebben we dan waterstof en helium? Waarom is die verhouding is ook vast? Ook interessant. Opaque wall, weet iemand wat dat is? Opaak is dat je niet doorheen kan kijken. In het begin van het universum was het... nu is het heelal doorzichtig, hè? Je kan gewoon naar een ster kijken. In het begin van het heelal was de temperatuur zo hoog... en alles was een plasma nog... dat je helemaal niet door het heelal heen kon kijken. Het was gewoon ondoorzichtig. En op een gegeven moment werd het doorzichtig. Ook dat heeft een enorme impact op de evolutie van het heelal. Achtergrondstraling. Hoe staat het er nu mee? Deze is wel pittig. Groeptheorie. Ik ga er zelf me in verdiepen. We hebben een nieuwe docent bij Werktuigbouw, Leo Pollack. Kennen jullie hem al? Ja. Nou, die heeft dit ook gehad. Dus hij gaat mij hier binnenkort les in geven. Dus dat vind ik ook cool. Ik vind het wel... Wat je ziet, hè, de huidige wiskundige theorieën, die gaan ontzettend veel uit van symmetrieën en van groepentheorie. Dat heeft ook met symmetrie te maken en met rotatiesymmetrieën, noem maar op. Ook heel erg met wiskunde trucken. Ik wil er wel meer over weten. Supersymmetrie. Supersymmetrie is het idee dat we hebben. Ik ga straks beginnen met welke deeltjes kennen we allemaal. We weten heel veel. Maar misschien zijn er wel, dat is een theorie, nog een generatie deeltjes, maar die zijn veel zwaarder. En dat zou bijvoorbeeld een kandidaat kunnen zijn voor zwarte materie. Hey, wij zitten hier in, ook alweer een spoiler alert, hè? Van alle materie heb je ook antimaterie. Ja. Die is hetzelfde, maar dan omgekeerd. Als je die samenbrengt, dan krijg je boom. Ja. Maar er is eigenlijk geen reden, niet echt. Tenminste, er is stiekem lijkt het misschien wel een reden, maar er is eigenlijk geen reden, maar als je energie hebt, waarom je materie of antimaterie zou krijgen. Dus het feit dat wij hier allemaal materie hebben, is eigenlijk best wel raar. Het had best wel antimaterie in het universum. Nou, er zijn theorieën over. Ga eens kijken wat dat zou inhouden. Stringtheorie. Ik heb hem doorgestreept. Mag. Zwaar wiskundig. Ik heb een boekje over stringtheorie. Ook wel grappig. En de titel van het boekje is... niet eens fout. En de strekking van het boekje is... Stringtheorie is zo vaag dat je er geen voorspellingen mee kan doen. En er zitten alleen maar... zit iets van 100 fit variabelen in. Je hebt er geen zak aan. Geruststellende titel. Ja. Het is een vrij kritisch boekje. Sheldon van de Big Bang Theory, ja. Die is daar helemaal gek op. Ja, hij heeft het opgegeven. Zwarte gaten. Wie weet allemaal iets van zwarte gaten? Ja, wie weet, heeft nog nooit van een zwart gat gehoord? Steek je handen maar op, hè, want het is niet erg. Heeft iedereen van zwarte gaten gehoord? Oké.
er is heel lang in de natuurkunde de vraag geweest of ze haren hebben. Ik weet niet of jullie weten wat ze bedoelen met haren. En wat ze daarmee bedoelen is, ze hebben heel lang gedacht, een zwart gat, daar gooi je iets in. En dan ben je kwijt. Dan, dan zit het in dat zwarte gat. Het zwarte gat is iets zwaarder geworden. Maar wat je erin gooit is ook informatie. Toch? Weet je, als ik een stoel heb, dit is informatie, toch? Of een boek. Als ik dat in het zwarte gat gooi, dan ben ik dus informatie aan het vernietigen. Nou, er is een hele extreem heftige discussie geweest van, kan dat? Nou, deze meneer, die heeft dus allemaal wel kennen van de rolstoel, Stephen Hawking. Dit was een van zijn grootste stukken. En wat Stephen Hawking eigenlijk heeft gezegd van, weet je, en dat was dus van, hebben ze haar of niet? Als je er iets ingooit, en dan is zijn theorie, en het lijkt erop dat dat toch wel klopt met de werkelijkheid, dat je dat toch nog aan de buitenkant op een of andere manier ziet, wat je erin gooit hebt. Kom je ook weer bij Erik Vlinden en zo, daar zijn ze principe uit. Maar... Quantum gravity. Ook weer spoiler alert, we zijn heel goed, we weten, en daar gaan we straks al over hebben, we weten heel goed de eerder van Klein. Echt, als je gaat kijken hoe interacteert licht met de elektronen, dat is klein hè, is het hartstikke goed. We weten heel goed, nou ja, dat zwarte materie en die zwarte energie was even een spaak in het wiel, maar in principe, ja, het was een beetje vervelend, maar in principe weten we best wel goed hoe werkt het met zwaartekracht. Oké, prima hè, oké. Wat we niet goed weten is van, ja maar stel nou dat die twee dingen samenkomen. Dus stel nou dat je iets hebt wat heel klein is, een deeltje, of een mini zwart gat, maar wat ook heel zwaar is, een mini zwart gat. Dan moet je er betten, want op dat kleine gedeelte heb je kwantummechanica, en aan de andere kant heb je die rare relativiteitstheorie die helemaal niet kwantummechanisch is. Hoe zit dat nou? Nou, dat is een van de grote gaten in de huidige natuurkunde. Ze hebben daar theorie voor, kun je naar onderzoeken. Daar sla ik even over. Fine-tuned universum, hè? Allerlei natuurconstantes zijn zoals ze zijn. Een aantal hebben echt een logische reden. Hè? Bij een aantal anderen weten we eigenlijk niet waarom ze zo zijn. We weten wel dat als ze net wat anders zouden zijn, dan zouden wij hier niet zijn geweest. Er zijn theorieën die zeggen van, weet je, er zijn ontelbaar veel heelals. En ja, waarom zijn de parameters hier zoals ze zijn? Omdat als ze niet zo waren geweest, dan hadden wij ze niet kunnen opmerken dat ze zo zijn geweest. Nou, er zijn allerlei theorieën over. Kun je naar kijken. Heeft vacuüm, is dat niets? Of heeft dat stiekem energie? Kun je ook naar kijken. Ook een leuke. Als je naar bepaalde natuurkundigen kijkt. Als je gaat kijken, hè. Naar bepaalde natuurkundige theorieën, daar zit een probleem in. Met name bij Feynman, met normalisatie, gaan we het er nog wel over hebben. Er zit een probleem in die je zou kunnen oplossen als je aanneemt dat ruimte en tijd niet continu is, maar discreet. Dus in stapjes. Dus dat je eigenlijk net zoiets hebt als op een vier op een rij wordt. Weet je wel? De dingen schudden er nu niet tussenin, je kunt alleen hier of hier. Toch? Dus dat tijd en ruimte gediscretiseerd zou zijn. Ik bedoel, een soort real-life FPS? Nou ja, als dat zo zou zijn, dan zou je allerlei problemen in sommige natuurkundige theorieën misschien kunnen oplossen. Maar als je daaraan denkt, van hé, alles is aan gekwantiseerd, dan denk ik wel inderdaad aan een soort programmeren of zo. Je hebt vakjes, je hebt een array, je hebt een matrix, en noem maar op. I don't know. En... He, is tijd en ruimte gekwantiseerd? En dat zou dan op het niveau zijn van de Plancklengte, gaan we nog wel over hebben. Is extreem klein. Dus dat merk je niet snel. Oeh, CP-violation. Sla ik nog even over. Neutronensterren. Superleuk. Wat zijn dat? Gaan we nog over hebben. Mag je allemaal gaan kiezen? Ik wil van jullie volgende week horen waar jullie aan zitten te denken. Wat je wil kiezen. Dit is maar een lijstje, hè? Je mag ook heel wat anders kiezen, alleen ik wil wel dat het een beetje in de weird stuff zit, zeg maar. Het moet wel voor jou echt iets nieuws zijn. Iemand vroeg, mag ik ook synthesizers kiezen? Nah, het is ook heel leuk in natuurkunde, maar dat doen we. Dat was jij, hè? Ja. Hartstikke leuk. Ja.
Zo apart. Hey, zullen we eigenlijk beginnen? Ja. Hey, ik ben 3 jaar geleden ben ik naar CERN geweest. Met mijn vrouw, met de studievereniging van u. Ja, was. Nee, de studievereniging. Ja, in Gremio. Hij was in Gremio. Ja, maar dat was toen nog niet. Toen was het alleen maar Gremio. En mijn vrouw heeft toen met. Oh, even stil. Mijn vrouw heeft toen wel allerlei studenten op de tafel gedronken. Dat was wel heel erg grappig. Dat was echt bizar grappig. Ik hoor een uitdaging. Ja, bij mijn vrouw dan, hè? Niet bij mij, want ik was ook al lang afgehaakt. Maar ik heb dit t-shirt gekocht. Hey, wat is CERN? Want ik merkte net al dat niet iedereen dat is. CERN is een deeltjesnel. Kijk allemaal dit soort mooie plaatjes. CERN is toch een onderzoeksinstituut? CERN is een onderzoeksinstituut, inderdaad. Hoge energiefysica. Daar zit een versneller in. Dit is een ring met diameter van 20 kilometer of zo. En wat ze daar doen is heel hard deeltjes op elkaar gooien. Nou, maar waarom doen ze dat? Nou, om te weten wat erin zit. Ja, nou echt gewoon om te kijken waar zijn die dingen nou van gemaakt. Daar zijn we geweest, was super gaaf. Het is open voor publiek. Stukjes. Stukjes. Je komt heel veel stukken kom je helemaal niet in. En, nee. Sterker nog, als je wij waren natuurlijk van de HBO. Je moet ook een educatiedoeleinde hebben, anders kom je er niet zomaar in. Dus dat was echt super leuk. En dan nog kwamen we niet onder de grond, jammer genoeg. Want dat is, we kwamen wel in de bovenkant en we konden wel in de fabriek kwamen we ook, waar ze allemaal die. Nou, dat is heel erg gaaf. Maar waarom kom je dan niet onder de grond? Omdat daar de experimenten gewoon echt bezig zijn. Dus daar willen ze niet te veel gedoe hebben. Ik bedoel, daar kun je ook wel uitgenodigd worden, maar dan moet je bijvoorbeeld al een PhD zijn die daar op zijn onderzoek zit of zo, noem maar op. Weet je, heel veel mensen willen daar toch wel langs. Dus ja. Dat is. En dan wordt er wel een attractie. Ja, ja. Ik heb dan dit t-shirt gekocht. Waar is CERN heel erg mee bezig met het standaardmodel? En dit is eigenlijk een beetje een t-shirt van het standaardmodel. Eigenlijk, er zitten wel wat dingen niet in, hè? Bijvoorbeeld. Algemene relativiteitstheorie van Einstein zit hier niet in. Higgs-boson zit hier wel in. Eigenlijk zou je kunnen zeggen van, nou, dit is een beetje alle wetten die we kennen. Op kleine deeltjesgebied. Zullen we zeggen, nou, dat is best een simpele formule. Ja, dat is ook niet helemaal eerlijk. Maar eigenlijk wat groter. Maar met wiskundetrucjes kun je wat kleiner schrijven. En wat is dit nou eigenlijk, hè? Je gaat hier. Hè? We gaan. We gaan ermee oefenen. We gaan er wel mee oefenen. Met een kleine of met een grote? Met een hele kleine. Waar we in ieder geval, daar gaan we straks al mee oefenen. Jullie zijn gewend hè, om dingen met Newtoniaanse algebra op te lossen. Dus dat je F is helemaal A en zo hè, en dat soort grappen. Dat kan, maar er is ook iets anders. Er is ook Lagrange. Dat is ook een manier om te werken met systemen, alleen dat is coördinaat onafhankelijk. Lagrangian mechanics. Oh ja. En daar gaan we mee oefenen. Voor hele simpele systemen, vallende steen en een slinger, noem maar op. Dus dat is nog even heel simpel. En daar zijn we in een uurtje zijn we er ook doorheen. Maar die mechanica wordt dus gebruikt om. Het verloop van deeltjes en zo, hoe die zich ontwikkelen in de tijd, zeg maar, om dat te voorspellen. Dus eigenlijk de bewegingswetten en zo, hè, die jullie kennen, F is helemaal A en V is bla bla bla, en, dat is dit eigenlijk. Ja, dit dan, hè. En jullie gaan oefenen met L, Lagrangiaan, en dat zegt iets over de energie van een dingetje. En dan ga je eigenlijk kijken van, hé, hey, we willen een soort minimaliseren of zo, of de afkleiding van energie. Er komt in één keer de beweging eruit. Hartstikke leuk. Dit ding is dat ook, alleen dit is dan wel de dichtheid. Op een bepaalde plek. Ja, kun je iets bij voorstellen. En wat zit er voor de rest allemaal in dat ding in? Krachten. Dit hele ding is eigenlijk. Ja, het is wat groter als je het uitschrijft, maar het hele ding is hier krachten, namelijk elektromagnetisme, sterk en zwakke kernkracht. Nou, ik weet niet of jullie wisten dat er 3 krachten blijkbaar waren, maar die zijn er blijkbaar.
Of missen we er nog één? We missen nog zwaartekracht, hè? Dus blijkbaar zijn er vier. Maar dit zijn de andere drie. Oké, wat staat er nog meer? Impact op quarks en leptons. Oké, blijkbaar zijn er quarks en leptons. Gaan we naar kijken. En hier zit nog iets in, bla 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 bla. Higgs-boson op. Dus hier zit nog iets in wat iets doet met de Higgs-boson. En dat heeft iets te maken met de massa in inertie van deeltjes. En noem maar op. Nou, daar gaat Bob nog wat over vertellen. Toch? Of niet? Ja. Top, leuk. Daar gaan we voor de rest niet zo heel erg behandelen. We gaan vooral op dat eerste stuk behandelen. Is al nieuw genoeg. Gravity zit er dus eigenlijk niet in, hè? Ja, Higgs zit er een beetje in, maar zwaartekracht zit er niet in. Dus weet je, we hebben een enorm succesvol model, hè? Echt enorm succesvol, maar zwaartekracht zit er niet in. Zo jammer. En blijkbaar zijn er vier krachten. Oké. Okay. En wat leptons en quarks nou zijn, eigenlijk geen idee. Oké. Okay. Dan gaan we ze even neerzetten. Die vier krachten. Nou, wat gaan we de komende weken doen? Vandaag gaan we dit doen. Een sterke kernkracht. Blijkt dat er ook iets met quarks te maken heeft. Gaan we kijken. Wat gaan we volgende week doen? Kwantummechanica. Wat beschrijft kwantummechanica nou eigenlijk? Dat beschrijft in dat model, hè, zitten allemaal deeltjes komen straks terug. Quarks en elektronen, noem maar op. Fotonen, bosonen. Hadden we net nog een boson? Hè? Oh ja, Higgs-boson. Al het spul dat gedraagt zich volgens bepaalde wetten, hele rare wetten, dat is kwantummechanica. Ja, vertel maar. Eigenlijk zou je een Barboson als grap. Ja, 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 ja. Ja, het is een beetje gênant, want het is inderdaad, ik ben met een Z, hè. Ja. Het is boson leuk, maar als je echt op boson googelt wat dat dan betekent, dan blijkt dat een unit of stupidity te zijn. En dat komt weer van boson, en dat kwam weer van in de middeleeuwen, het was een bisschop en die gaf les, en dat deed hij door dat er een knaapje was, die allemaal stomme vragen stelde. Ja. En dat stomme knaapje, die heette boson. Ja. Dus vandaar dat boson synoniem is geworden voor domme. Dus ja, dan ben je een antibiotica. Ja, ja. Hey, wat we ook gaan doen, erg leuk voor de elektroners. We gaan naar elektromagnetisme kijken en we komen erachter dat magnetisme eigenlijk... Ja, dan gaat deze meneer misschien moeilijk kijken. Magnetisme, dat is allemaal onzin, joh. Je hebt gewoon elektrostatica, je hebt relativiteitstheorie en dan ben je er ook. Al dat magnetisme, ja, je kan er makkelijk mee rekenen, maar dat heb je helemaal niet nodig. De werkelijkheid is nog veel simpeler eigenlijk. Om ermee te rekenen is veel moeilijker. Dus daarom doen we toch maar elektromagnetisme. Doen we net alsof er magnetisme bestaat. Maar het is gewoon Einstein, speciale relativiteitstheorie, klaar. Gaan we ook nog even naar kijken. Speciale relativiteitstheorie is wel raar, hoor. Dat is wel echt heel raar. Als laatste gaan we ook nog heel even kijken naar algemene relativiteitstheorie. En gaan we kijken naar sterren, sterrenevolutie, zwarte materie, dat soort dingen. Maar vandaag gaan we het hier wel hebben. En dan gaan we even gewoon beginnen met iets wat we allemaal kennen en wat we ook allemaal in de keuken hebben liggen. Een staaf goud. En dan halen we een blokje uit van 1 bij 1 bij 1 centimeter. Nou, hoeveel atomen zitten daar grofweg in? Zoiets, hè? Ze zijn er best veel, hè? Dus de schaal waar we nu naartoe gaan kijken is heel klein. Heel klein. Nou, dan gaan we nog wat dieper kijken en dan zit dat in een soort raster. Hè? Ik weet niet of dat bij goud precies in zo'n raster zit. Maar... Koolstof. Ja, het is een beetje. Ja, en koolstof en diamant is ook weer anders. Nee. Dit is grafiet. Dit zou dan. Nou, nee, dat is zelfs niet eens volgens mij. Dit is natriumchloride bijvoorbeeld. Dat heeft volgens mij een kubus rooster. Maar, weet je, atomen zitten in een soort rooster. Maar wat zijn atomen dan? Gaan we. Wie van jullie. Hebben jullie allemaal een beetje scheikunde ook gehad? Ja. Oké. Okay. Dus dan, dat is, zeg maar, wat je ook zal zien, hè, is dat hoe verder je in je opleiding komt, zeg maar, dan kom je erachter dat elke voorgaande fase eigenlijk aan het liegen was, maar dat het liegen dan langzaam steeds een beetje minder wordt. Maar blijf wel liegen. Dus scheikunde is ook gewoon heel erg liegen. Maar dit is een beetje hoe je scheikunde kent, hè? Toch? Je hebt zo'n kern en er zitten elektronen omheen. Zoiets, hè?
En nou, wat zijn verschillende stoffen dan? Nou, dit is dan een waterstofatoom, hè? Dat is dan één proton blijkbaar of zo, met een elektron omheen, een heliumatoom, dan twee protonen, twee neutronen, twee elektronen erom. Nou, dit is allemaal onzin dit. Vertel eens even, waarom is dit allemaal onzin, al deze plaatjes onzin? Vertel eens even wat er allemaal fout is. De schaal is compleet fout. De schaal is echt compleet onzin, hè? Dat, weet je, als je hier het atoom tekent, de kern tekent, dan zit het elektron ergens in, bij de dom of zo, hè? Dat is echt waanzinnig fout. Ja, dat is misschien nog wel de grootste fout. Het wordt hier als bolletjes voorgesteld. Dat is echt, als je enigszins in de buurt wil komen van de werkelijkheid, dan moet je echt het hele deeltjesidee uit je hoofd zetten. Alles zijn golven. Soms laten deeltjes gedrag zien, maar alles zijn golven. We gaan het er nog verder over. We gaan er nog veel meer over. Vooral volgend jaar. Dat is bij een grote mechanica dan? Ja. Wat is de positie of zo? Van alles. Maar, weet je, stop met deeltjes. Jullie zijn voor mij allemaal van die wirkelende klompjes golven. Dat is een veel betere voorstelling van zaken dan dat je net doet alsof het golven zijn. Deeltjes zijn. Nou, dan heb je wel de grootste fouten. Ja. Ja, het is ook vooral heel erg leeg, hè, maar dat is dan ook logisch. Omdat het zo lastig is om overal elke keer van die golfjes te tekenen, blijf ik toch maar even bolletjes tekenen. Het is wel onzin. Sorry? Ja, alleen al die weergave, hè, met van die baren en zo, die zal bij de volgende les zien, dat is echt wel fout. Het is echt fout. Het ziet er echt van geen meter uit hoe het werkelijk is. Maar om het dan werkelijk te tekenen, dan lijkt mij dat het wel veel moeilijker opgaat is om het even snel te laten zien. Valt mee. Je kan bij statie en zo, dat is er al eens een keer zijn getekend. Nee, S orbitaal, dat mag het ook. Dat begint er nu. Dat komt echt al wel aardig in de buurt. Daar gaan we ook aan rekenen. Heel kort even elektromagnetisme. Hè? Dus je hebt iets plus, proton. Elektron was min en neutron was neutraal. Hè? Weet je nog? En wat je typisch had, bij zwaardere dingen had je altijd ongeveer evenveel neutronen en protonen in de kern. En wat er omheen zweef, als het neutraal was, was evenveel protonen als elektronen. Hè? Dus het aantal elektronen wat er omheen zweeft. En al die verschillende stoffen, hè, wat bepaalt hoe het zich gedraagt in ons dagelijks gebruik, is alleen wat er omheen zweeft. Hè? Eigenlijk. Tenminste, kun je zomaar een neutrontje weghalen. Nou, dat wordt misschien radioactief, maar voor de rest blijft het chemisch hetzelfde doen. Of je stopt er een neutrontje bij. Misschien ook radioactief, maar isotopen. Nou, wat doet elektroladingen? Nou, min en plus trekken elkaar aan, hè. Dat weten we allemaal wel, denk ik. Plus en plus stoten elkaar af. En min en min ook. Hier gaan we nog over hebben. Over elektromagnetisme. Want nogmaals, eigenlijk is dit alles. Veel meer zit er niet. Dit is echt, weet je, al heel dat magnetisme gedoe. Onzin. Hey, we doen even een quiz. Eigenlijk, zwaartekracht, kun je zeggen dat er maar één type lading is. Bij zwaartekracht, alles met massa is, dat trekt elkaar aan. Er is nog niks gevonden omdat je met zwaartekracht iets afstoot. Oké. Bij elektromagnetisme hebben we eigenlijk twee typen ladingen. Plus en min. Toch? Nou, dan mogen jullie gokken hoeveel type ladingen we hebben bij strong nuclear force. Dus een gokje. Drie, hè? Ja, dat is daar, ja. Dat is aan de ene kant goed. Je zou ook heel goed 6 kunnen zeggen. Maar 3 is ook goed. Waar? Kan nou 3 goed zijn en 6 goed zijn? Dan gaan we maar kijken. Het is blijkbaar gedraagt de natuur zich zo. En hoe zit dat dan, hè? Als we dan kijken naar een proton, een elektron en een neutron. Nou, dan pakken we eerst eens de elektron, dan de proton en de neutron. Als we deze deeltjes in de deeltjes sneller stoppen en we knallen ze keihard op elkaar. Wat zien we dan bij een elektron? Ja, dat blijft eigenlijk gewoon heel. Dat wil niet in stukjes uiteenvallen. Een proton, als we daar dingen op elkaar schieten, dan blijkt daar toch een soort interne structuur in te zitten. Namelijk
deeltjes. Golven, golven. Deeltjes met kleurtjes en zo. Ja, natuurlijk geen kleur, hè. Want weet je, dit is zo klein. De licht golft hier meters omheen, hè. Dus dit is... als ik op deze schaal licht zou tekenen, dan zou het zo van... Dat licht golft zeg maar zo van hier tot nog veel verder en dan weer terug en zo op en neer. Dus het heeft niks met licht te maken, maar natuurkundig vind ik het wel fijn om de kleurtjes te geven. Zullen we straks zien waarom. Dat is een makkelijke manier erover te denken. En dan staan hier pijltje omhoog en één pijltje omhoog. Naar beneden. Nou, wat zien we hier ook nog? Neutron. Nou, het ziet er best wel hetzelfde uit, toch? Ja, niet helemaal. Hier zien we een pijltje omhoog en hier zien we twee pijltjes naar beneden. Sorry? Bij de proton is het pijltje zwart en bij de neutron is het pijltje. Ja, voor de duidelijkheid hebben we het pijltje naar beneden licht getekend en het pijltje naar boven zwart. Dat is alleen maar voor de duidelijkheid. Dit is uit het boek wat Koen en ik geschreven hebben, zeg maar, uitgekopieerd. Ja, dat is aanrader. Nee. Sorry? Pijl van de groen is om. Precies. De eerste twee keer up, één keer down. Hier staat... Eén keer op, twee keer dan. Klopt. En blijkbaar heet dit quarks. Weet jullie waar de naam quarks vandaan komt? Het waren toch twee verhalen die in hetzelfde kantoor werkten. De ene wou een naam geven, de andere die wou eigenlijk... Ja, die ene wou een hele saaie naam geven. En die andere heeft gewonnen. Dat klopt, dat klopt. Maar dit is uit, wat is het ook, Alice in Wonderland geloof ik, hè? Zit een gedicht of zo? Het is van, volgens mij is het van de schrijver van Alice in Wonderland. Die heeft een van de raar gedichten over allemaal rare beesten en dingetjes geschreven. Het is gewoon een term uit dat gedicht. Okay. Hey, ik zet deze even hier erbij. En de reden is dat ik hier een cirkeltje omheen zou kunnen tekenen. En dan zou ik het elementaire deeltjes kunnen noemen. En wat betekent dat? Elementaire deeltjes wil zeggen dat dat wat we tot nu toe geprobeerd hebben, we krijgen deze dingetjes niet stuk, in kleine stukjes. We kunnen ze wel vernietigen en zo worden, als een antideeltje bij hun werkt. Maar het lijkt erop alsof dit niet meer nog daar binnenin nog iets kleiner zit. Lijkt. Er zijn natuurkundigen, ongeveer 2% of zo, die denken dat. De elektron dat daar stiekem nog wel wat in zit, dat weer uit 6 deeltjes bestaat en dan zou dan weer stukken kunnen. Maar merendeel denkt eigenlijk, en de experimenten lijken er ook wel te wijzen, dat dit elementaire deeltjes zijn. En dan ben je er ook, hè? Toch? De huidige, hier kun je alles mee bouwen, toch? Hier kun je atomen mee bouwen, hier kun je, ja, weet je, alles wat je hier ziet. Ja, je mist nog licht, hè? Je mist nog foto, daar gaan we het ook nog over hebben. Maar voor de rest zou je hier alles, onze hele wereld mee kunnen bouwen. Kan die elektron eigenlijk niet verder elkaar? We hebben geen idee waarom niet. Oké, dat zou kunnen zijn. Misschien nog wel. Ja, er is een theorie die denkt dat het uit nog uit 6 stukjes bestaat, maar zeg maar 95% van de, nou meer, van de natuurkunde denken, nee, dit is echt gewoon een kleine kijkje. En alle experimenten hebben nog niet laten zien dat er nog een soort interne structuur in zit. Oké. En, oh, dit is wel een goeie, hè? De waarom-vraag is een hele moeilijke. Ja. Dat doet de natuurkunde. De natuurkunde die denkt van, ik zie een meter, ik probeer een model te verzinnen, wat een spelletje doet, als het klopt met de werkelijkheid, dan blijft het. En als jij met een nieuw model komt wat simpeler is, maar dezelfde voorspelling doet, dan zijn we met jouw model nog blij. Het waarom, dat komt er nooit in voor. Dus dat is best wel apart. Nou, die kwaliteit die bestaan op de juiste deeltjes en volgens mij ook weer uit deeltjes. Nee. Maar, volgens mij wel. Ik ga googlen en volgende week. Ik ga ook nog wel even kijken. Maar als je in de finals kijkt, dan nee, dat weet ik 100% zeker. Het kan dat er nog wel theorieën zijn, zeg maar. Maar dat gaat niet in je bina staan. Dat weet ik wel echt 100% zeker. Kwark bestaat natuurlijk wel weer uit andere. Ja, dat bedoel ik. Nee, ik bedoel de yoghurt. Maar dat, Hey, wat voor schalen hebben we het dan over, hè? We hebben het dan over, als je gaat inzoomen, dit is ongeveer 10 miljoen keer ingezoomd. Zoomt.
vergroot. Dit is ongeveer 10 miljoen keer vergroot. Als je die atoomkern, als je de atoom gaat in vergroten, dan kom je bij de kern uit als je ook weer 10.000 keer in vergroot. En op zich hoef je dan niet zo sterk meer naar beneden om dit soort dingen tegen, om de quarks tegen te komen. En hier zit de sterke kernkracht. Als je groot van een elektron pakt, is het valt van vergelijken met de grootte van de rest van de quarks, of is hij aanzienlijk groter of kleiner? Ja, vertel mij eens, wat is de grootte bij een golf? Wat ik je wel kan vertellen, de grootte van een golf hangt af van de massa. Hoe zwaarder een deeltje is, hoe kleiner de golf. Nou, de massa van een elektron is heel veel minder dan dit. Dus als je gaat kijken hoe groot is die golf van een elektron, wat een rare vraag is, maar oké, die is veel groter dan dit. De grap is, zo'n golf, dat gaan we nog echt mee oefenen, die kan zo groot zijn, die kan zeg maar zo groot zijn als atoom. Maar als jij een beetje je best doet, kan die ook best wel eens een meter groot zijn. Dat mag. Dat houdt wel in dat je wat... Nee, maar het heel weinig energie. En dat je bijvoorbeeld als je... Dan kom je op het onzekerheidsprincipe uit en zo. Gaan we het erover hebben. Dus vragen als te groot of niet, en waar zit iets, wordt heel vaak bij. Als je zegt dat iets een golf is. Ja. Weet je, als ik dit teken... Ja, vertel mij waar de golf zit. Ja, hier in het midden. Ja, oké. Het is trouwens een waarschijnlijkheidsgolf. Er zit een kansrekening in. Ja, whatever. Gaan we het over hebben. Dan kunnen jullie, zeg maar, over 2-3 weken kunnen jullie daar antwoord op geven. Hé, hey, is dit het dan? In principe wel, hè? Alles wat je hier ziet, is het dan. Nou, op een gegeven moment toen begonnen ze in de jaren 50, 60 deeltjes sneller te bouwen. En gingen ze dit soort deeltjes, hè, dan pak je gewoon een proton en die ga je steeds sneller laten gaan. En wat gebeurt er als je iets sneller laat gaan? Nee, als je iets sneller laat gaan, dat is heel raar, dan krijgt het meer energie. Nou, dat is nog logisch, halve MV-kwadraten werkt daar op alles prima. Maar er zit ook iets raars, als iets sneller gaat, heeft het meer energie en meer energie is meer massa. Oh, wat zeg je nou, zeg maar, hè? SMC-kwadraat. Ja, dat is maar een deel van het verhaal. Als iets meer energie heeft, is het ook zwaarder. Dan krijgt het meer massa. Dus als ik dit ding pak, zo'n proton, en ik pak een ander proton, en ik ga hem lekker hard bewegen, zeg maar richting de lichtsnelheid. De lichtsnelheid zelf kan niet, maar steeds dichter bij de lichtsnelheid, dan wordt die zwaarder, en dan knal ik hem op elkaar. En als ik dat doe, dan komen er nieuwe deeltjes. Wat je hier ziet is weer die quarks. Die quarks. En die pijltjes... Dat was de up en de down. Oké, prima. Dus als je de elektron hier nog bij plakt, hè, dan heb je alle normale materie. Maar blijkbaar kun je ook zo'n deeltje kiezen maken. Blijkbaar kun je ook zo'n deeltje maken. Nou, wel interessant. Hier staat iets met lading en spin. Nou, spin gaan we nog over hebben. Maar... Was dit specifiek alleen voor neutronen of ook protonen of elektronen als je ze versnelt? Dit is over quarks. Je kan ook een neutron, maar een neutron is zo moeilijk te versnellen omdat die neutraal is. Maar als je twee deeltjes pakt en je laat ze sneller bewegen, dan worden ze zwaarder. Dan hebben ze meer energie. Okay. Maakt niet uit wat je. Weet je, je kan het ook met atomen doen, hè? Prima. Dat is lastig, maar het kan wel. Ze worden zwaarder. Hey, maar hier staat lading, hier staat spin. Is iets met draaien? Nou, helemaal niet hoor, maar misschien ook wel. Dit is echt een rare. Maar dit snappen we nog: lading. Hier staat 2 derde en hier staat min 1 derde. Wat was een proton? 2 keer up en 1 keer down. Wat is de lading dan? Dus plus 1. Een neutron was 1 keer up en 2 keer down. Wat is de lading dan? 0, ja. Hé, waarin verschillen deze beestjes erin? Noem eens op. Ja, in de massa. Ja, heeft iemand ooit als massa-eenheid deze eenheid gezien? Wat is dit voor een eenheid? Elektrovolt. Dit is gewoon een energie-eenheid. Maar ja, energie was massa, dus ja, weet je, dat mag. Dat is hetzelfde. Dat doen we niet moeilijk ook. Wat valt je op als je naar die energie kijkt? Of de massa's dus eigenlijk? Het varieert daar behoorlijk. Sorry? Het varieert daar behoorlijk. Ja, ja. En sterker nog, naar rechts worden ze extreem veel zwaarder. Hè? Echt heel veel zwaarder.
Vraag aan jullie. Zou ik hiervan een proton kunnen maken? Ja, het heet dan geen proton meer, hè? Maar zou ik hier zo'n soort deeltje kunnen maken als een proton? Dus ik pak twee keer C en één keer S. Dan weet je dat het een lading plus 1 is en spin is. Daar gaan we het over hebben. Is die positief zo? Het valt uit elkaar inderdaad, maar zou het mogen? Zou het kunnen? Ja, dat mag. Dat is prima deeltje. Maar het valt inderdaad uit elkaar. Kan het dan omdat je dan dus 2 derde plus 2 derde min 1 derde hebt en dat is dan 3 derde? Ja, dus 1. Ja, ja. Ja, wat je precies mag combineren en zo, daar komen we nog op terug. Oh, okay. Daar komen we nog op terug. Want je, die drie ladingen, dat die deeltjes uit 3 ladingen bestaan en dat de kernkracht uit 3. Of sorry, dat de deeltjes uit 3 deeltjes bestaan en dat de kernkracht uit 3 ladingen bestaat, dat is geen toeval. Dat is geen toeval. Mm-hmm. Maar je mag zo'n deeltje maken, maar het valt inderdaad uit elkaar. Dat klopt. Waarom? Ja, maar waarom valt iets wat zwaar is terug naar licht? Omdat je waarschijnlijk, omdat je dan harder gaat trillen, oftewel je hebt een grote kans dat je op meer plekken tegelijk krijgt, omdat je dan niet genoeg krijgt. Nee, het is veel simpeler dan dat, stom genoeg. Ja, wij weten eigenlijk ook niet zo, maar de natuur doet dat. Dat is het. Ja, blijkbaar, zeg maar, als iets terug kan vallen in energietoestand, hè, dus als een appel bovenop een berg ligt en hij ligt een beetje stabiel, dan wil hij blijkbaar naar beneden vallen. Blijkbaar doet dat op golfjes, deeltjesniveau, gebeurt dat ook. Dat is gewoon een entropie dan? Nee, niet helemaal. Nee, entropie is ook statistiek, dus dat is wel iets anders. Nee, het is geen entropie. Nee, dit heeft echt met de energie te maken. Ja? Waar komt die naam eigenlijk? Charms, strings, toch? Ja, ja, goed hè. Ja, het is een beetje in dezelfde orde als dat quarks. Oh. Dus die beetje, kijk, toen de tijd toen ze hiermee bezig waren, dus ze zijn heel lang bezig geweest om überhaupt dit model te snappen. Hè. Want eerst wisten ze, weet je, kijk naar die energie, hè. Als je een beetje deeltjesversneller hebt, ja, weet je, even zoeken. Nou, deze kom je waarschijnlijk als eerste tegen. Maar dan weet je nog helemaal niet dat die bestaan. Dus weet je, ze hadden steeds meer nieuwe deeltjes en elke keer denken ze, hoe gebeurt hier nou? En dan begrijpt hij altijd iets, oh wacht even, we kunnen het zo op een bepaalde manier in elkaar passen en dan is het weer logisch. En dan, en dat deden ze eigenlijk zeg maar rond hier en toen, volgens mij rond hier, en toen hadden ze iets van, ja, maar dan moeten we daar ook in zitten. En die vonden ze toen opgegeven ook. En die namen, het is, kijk, kwantummechanica en ook hoge energiefysica is echt wel een beetje heel anders dan de bal die je voor je voeten hebt. Het zit heel raar in elkaar, de werkelijkheid. Dus die namen kloppen er wel bij. Het zijn wel ook hele rare namen. Hey, dus dit zijn die deeltjes. Is dat zo? Nou, eigenlijk niet helemaal. Want je hebt ook allemaal de antideeltjes. Een beetje flauw. Dat had je trouwens ook, en daar kwam Dirac al achter. Even een spoiler alert voor volgende week. Hè. Schrödinger die had zeg maar de eerste kwantummechanische vergelijking, super gaaf. En toen zei Einstein, ja, maar je hebt ook speciale relativiteitstheorie en jouw vergelijking is past niet met speciale relativiteitstheorie. Allemaal mensen allemaal werken. En toen Dirac, ja, ik heb het. Ik heb een formule die wel klopt met Einstein en met Schrödinger en met kwantummechanica. Maar ja, daar houd ik wel in dat je elektronen moeten hebben die ook positief geladen zijn. En die zien niet, dus dat kan niet kloppen. Shit. Nee, dat klopt niet natuurlijk. Nou, 5 jaar later vonden ze die deeltjes gewoon. Dit zijn nou positronen. Dat zijn de antideeltjes van elektronen. Dus en die was helemaal niet fout. Die voorspelden zelfs gewoon een nieuw deeltje. Best apart. Hoe lang ben ik al bezig? We zijn redelijk tegen het eind hoor. Ik denk dat jullie zo meteen wel een pauze ook kunnen gebruiken. Hey, dus je hebt alles. Al die deeltjes hebben ook een antideeltje. Oké, prima. Dit is, kunnen we mee leven. Je ziet hier ook kleuren staan. Ik had het over die drie ladingen bij de sterke kernkracht. Die kleur geeft eigenlijk de lading aan. Dus als je hier een up hebt, dan kan die rood zijn, maar hij kan ook groen zijn en hij kan blauw zijn. Dat is hij natuurlijk niet echt. Maar ja, plus en min was al vergeven, hè? Dus ze hadden toch een nieuw iets nodig en ze hadden dan wel iets met 3 nodig. Toen dacht ik, oh, nou kleuren is een leuk naampje, pak een kleur. Heeft niks met echte kleuren te maken. En je hebt stiekem ook antikleuren. Je
Je hebt rood, maar de antikleur van... dit is de antikleur van blauw, denk ik, hè? Paars. Ja. En de antikleur van... Ja, weet ik veel. Ja, antikleur. En het is niet zo dat deze altijd rood is. De up kan rood zijn, kan al deze kleuren hebben. En die antitop kan al deze kleuren hebben. Hoi, welkom. Volgens mij ben jij Menno. Ja. Welkom. Top. Ja, we zijn wel bijna klaar, maar daarna gaan we aan de werkcollege bezig. Het komt ook nog op YouTube, dus... Ja. Hé, dus dan hebben we zo'n proton, hè? En dat kan dus op deze manier zijn, hè? Maar deze kan ook groen zijn en deze rood, hè? Dus dat kan... Dus elk deeltje kan ook nog eens een keer andere kleurlading hebben. Ja? Ja? Hoe moeten we deze ladingen precies zien? Want je hebt bij elektromagnetisme plus en min. Ja. Hoe zien we dat dan hier precies? Nou, we hebben er nu 3. Ja, maar... Ja. Hoe is eigenlijk de volgende bladzijde? Wat blijkt? Alle deeltjes, die willen wit zijn. Dat is een beetje een racistische theorie. Ja. Maar alle deeltjes willen wit zijn. Dus wat kan? Een stabiele combinatie is rood, groen, blauw. Kan rood, groen, groen? Nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet bestaan. Kan anti-blauw, anti-rood, anti-groen? Ja, dat samen stiekem ook wit. Dat mag ook. Nou, dit, wat je hier ziet, hè, dit zijn eigenlijk allemaal protonen en neutronen. Hè? Nou, dit zijn al antiprotonen en antineutronen. Kan, hè? Van antimaterie. Dit zijn nog wat radere deeltjes. Deze, die zie je niet zoveel. Dat zijn de mesonen, als ik het goed heb. Deze zijn niet stabiel. Die vallen eigenlijk in de praktijk altijd weer uiteen in andere gedoe. Sorry? Nou, waarschijnlijk is dat weer met dat er iets anders is wat lichter is. Wat minder energie heeft. En dan denken ze, oh, dan wil ik liever dat zijn. Mits, dat is wel één ding, hè. Mits, dingen als lading en zo... wel behouden blijft. Weet je, als iets plus is, als iets zwaar is en iets anders is licht, maar heeft dezelfde pluslading en zo en dezelfde spin, dan mag dat. Als die andere, een proton kan niet zomaar in een neutron veranderen, want dan moet ik iets met die lading doen. Dat gaat niet. Dan blijkt dat wel te kunnen, maar dan gebeurt er inderdaad iets met die lading. Ja, maar dan komt er dus een deeltje, als je een proton heeft een pluslading, als dat verandert in een neutron, dan moet er dus een deeltje vrijkomen, wat een pluslading heeft. Nou, dat is bijvoorbeeld een positron. Oké. Okay. Hey, we gaan weer even naar atomen, want er is iets heel raars aan de hand. Kijk, dit is dat plaatje waterstof, hè? 1 proton. Met een extreem foute voorstelling van het elektron. Want het is helemaal geen dingetje wat er omheen zwaait, het is golf. Komen die schillen wel? Als je het kijkt, als je het ziet als energieniveaus, dan kloppen die schillen helemaal. Gaan die golven ook echt in zo'n schilachtig model? 1, 2 en 3 wel, maar de rest allemaal niet. Okay. Maar dan gaan we zien. Okay. Het zit een beetje in de buurt. Maar als je het kijkt vanuit energieniveaus, dan kloppen die schillen prima. Dus we hebben dit. Nou, dit is eigenlijk helemaal geen probleem. Hè? Dit ding, daar kun je je gewoon niet bij voorstellen. Deze is wel moeilijk. Deze is echt wel moeilijk. Elektrostatische kracht is enorm sterk. Hè? Als ik 2 elektronen zo bij elkaar wil duwen, als hij 10% van zijn elektronen aan mij geeft, hè, dan is hij dus extreem plus en ik extreem min. Die kracht tussen ons is genoeg om een stad mee op te doen. Dat is echt, elektrostatische kracht is echt, weet je hoeveel keer groter die is dan de zwaartekracht? Elektrostatica, gemiddeld zo. Ongeveer een factor, een beetje afhankelijk hè, van de afstand en de behoor. Ongeveer een factor 10 tot de 36ste. Hoe zit je op 18 of zo toch? Nog geen goochel. Nou, dat is groter nog, hè? Nee, dat is extreem, hè? En waarom merken we dit nou niet, hè? Waarom vlieg ik niet op 10 graden als jij zo'n vliegkracht zo? Maar waarom zit ik niet continu aan hem gekloed? Wij zijn allemaal extreem neutraal. Die zijn echt, weet je, als je bijvoorbeeld een kat pakt, ballon zo wrijven, dat is echt maar een fractie van de elektronen die van de ene kant naar de andere kant gaan. En dan nog kun je tegen de zwaartekracht optillen. Dan win je van die hele aarde.
Wow. Oké. Okay. Dus elektrostatica is extreem sterk en het wordt. Wat is de kracht tussen de relatie tussen de afstand en de kracht? Weet u dat nog? Nee, dat is kracht en afstand verdubbeld. Gaat kracht delta pi? Of de kwadraat? Ja. Hij is kwadratisch. Als ik dus hoe dichter ik dingen bij elkaar breng, hoe extreem veel groter de kracht wordt, hè? Nou, vraag. Oh, hoe doet hij nou? Proefje. Vraag je. Hoe kan dit ooit bestaan? Ik heb hier twee plusjes. Die zitten echt extreem dicht op elkaar. Die kracht die daartussen heerst is gigantisch. Hoe kan dit? Hoe kan dit ooit bestaan? Zwakke of sterke kernkracht. Ja. Wat is er namelijk aan de hand? Die sterke kernkracht is op korte afstand extreem sterk. Die is nog sterker dan de elektrostatische kracht. En die kracht, dat is wel typisch. Ik denk er nu uit of iets verder, dat weet ik niet. Maar die kracht die werkt heel erg tussen die drie kleuren. Als ze wit eenmaal zijn, als iets wit is, daarbuiten doen ze niet te veel meer. Maar nog wel een beetje. Een klein beetje kracht. Deze rode, die trekt nog wel een heel klein beetje bij die groene aan. En die blauwe trekt nog wel een beetje heel erg die rode aan. Hè? Een heel klein beetje trekt het elkaar toch nog aan. Dit is de reden dat die atoom, die kern, niet met een rotgang uit elkaar knalt. Omdat een klein beetje, dat noemen ze de residual strong force, nog een heel klein beetje die dingen aan elkaar houdt. Nou, gaat hartstikke mooi, hè? Maar wat gebeurt er als we een iets groter ding hebben en we sturen er bijvoorbeeld een neutron erop af? Je moet goed bedenken, deze kracht, hè, op welke afstand werkt die? Heel dichtbij. En waarom? Waarom? Stel dat ik een plus en een min pak. Hè? Ik doe het alleen even met een plus en een min. Als ik heel dichtbij die... Wacht even, ik doe ze zo. Min. Als ik hier sta, hè? Wat voel ik? Heel veel min, hè? Die plus zie ik niet eens. Toch? Als ik daarachter in de klas sta, kan ik überhaupt het verschil meten tussen deze twee? Ja, nog net. Maar het verschil begint wel heel klein te worden. Dus als je van een afstand op een dipool, dus een dipool kijkt, hè, dan is je eigenlijk neutraal. Top? Als ik van een afstand op deze drie ladingen kijk, dan is het wit. Dus er is geen kracht meer. Dus deze kracht is best sterk, maar als ik die dingen een beetje uit elkaar haal, is die kracht weg. Wat gebeurt er als ik dit doe? Wat er nou echt gebeurt, hè, dan, dat er een soort druppel zo komt, dan wordt de afstand ertussen groter. Sorry? Dan is de kracht weg. Dan is de kracht weg. En welke kracht hou je dan nog over? Dat zijn allemaal plusjes. Plusjes. Die plusjes die gaan als een rotgang in één keer denken. Ja, ik heb zo'n hekel aan plusjes. Woesh. Is dat een atoombom? Dit is een atoombom. Dit is een atoombom. Hi. Dan moet je het wel even... En het grappige is dus, atoombom is dus eigenlijk helemaal niet die atoomkrachten die vrijkomen. Het is alleen maar dat de atoomkracht het niet meer vast kan houden. Daarna is het gewoon puur de elektrostatische kracht waar de energie uit komt. Extreem. Puur door de impact van de neutron kwam die dingen uit elkaar. Ja, wat je dan echt ziet, hè, ze doen daar simulaties van. Wat je dan ziet is dat als dat... dit is die klomp, hè, en dan schiet je een neutron in. Wat je dan ziet is dat er, zeg maar, dit gebeurt. Dat er een soort... En dan de afstand wordt zo groot dat die afstoting van die protonen, het wint van die sterke kernkracht. En je moet ook precies de juiste neutronen hebben. Als je hele snelle neutronen hebt, weet je wat er dan gebeurt? Erin. Die ramt er gewoon dwars doorheen en er gebeurt niks. Je moet, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een kerncentrale, dan de enige die echt meedoen zijn de langzame neutronen. Oké, whatever. Maar dat is een keer ook een kerncentrale. Zullen we even pauze doen? Volgens mij, ik merk dat ik toch nog wel een minuutje of 10 heb, nodig heb. En dan kunnen jullie even koffie tikken. Wat zullen we doen? Zullen we om 20 over doorgaan? Ja, hoe heb jij er?